Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven het noorden van het land, die trekken geleidelijk aan naar het zuiden. Vanochtend dus veel wolkenvelden in het noorden, de meeste zon in het zuiden en de temperatuur loopt geleidelijk aan op naar 5 tot 6 graden. Landinwaarts is de wind zwak tot matig, draait naar het noorden en neemt in de loop van de dag toe naar een windkracht 3. Aan zee staat windkracht 5. Vanmiddag wordt het 11 tot 15 graden. De zon schijnt af en toe tussen de wolken door en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanavond verdwijnen de wolken weer, het wordt helder en landinwaarts gaat het vannacht afkoelen tot rond het vriespunt. Aan zee wordt het 6 graden en morgen begint de dag koud, maar in de middag wordt het 15 tot 17 graden, dat is warmer dan vandaag. De zon schijnt geregeld tussen de wolken door en het blijft droog. Een prima lentedag met een matige noordelijke wind. Ook de dagen daarna ziet het er prima uit met dinsdag woensdag droge dagen, volop zonneschijn en temperaturen tussen de 11 en de 18 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.